En dat scheelt heel veel. Want een jas is snel een week boodschappen. Kan je vertellen waarom je hier bent? Omdat we een ooievaarspas hebben, omdat te weinig inkomen. En anders kan je geen winterjas kopen. Nee, is het zo? Deze jas of geen jas? Ja. We hebben damesjassen hangen. Ik geloof dat de jongensjassen zijn, dat de daar meisjesjassen zijn. We hebben daar nog een plukje heren. En zodra het een beetje leeg loopt, kunnen we van achter nog wat bijvullen. Wij geven vandaag ruim 250 jassen weg. Niet vandaag, hopelijk de komende 2 weken. Aan mensen die het anders niet kunnen betalen, een winterjas voor deze winter. En dat scheelt heel veel, want een jas is snel een week boodschappen. Er zijn een heleboel mensen die op dit moment niet in staat zijn om hun eigen winterjassen te betalen. Dus het is heel fijn dat dit initiatief er is. Dat Stichting Welzijn Rijswijk, de Weggeefwinkel, het Financieel Netwerk Rijswijk, Stichting Kei samen zijn gekomen om dit te doen, deze jassen in te zamelen. Nou, het motto van deze actie is ieder kind in Rijswijk een warme winterjas deze winter. En ik hoop dat dat gaat lukken hiermee.